Hey maagd, leuk dat je kijkt naar een video van Passion for Tarot. Dit is een algemene tijdloze video. We gaan eens even kijken wat ik voor jou mag doorkrijgen. Kom je dit bericht tegen, kom je deze video tegen, dan is het voor jou. Meant to be, zoals we zeggen. Haal eruit voor jezelf wat je eruit kan halen. En laat de rest varen. Dit keer even geen tarot. Maar gewoon orakel. Dus laten we beginnen. Voor de maagd. Spit ik voor de maagd uit dit deck. Wat mag ik doorgeven voor de maagd uit dit deck? Nog meer. Nog meer. Positief. Het ergste ligt achter je. Richt je blik naar het licht. Heb hoop. Houd hoop. In alles wat je doet. Vrijheid. Leef uitbundig en vrij. Kies voor je vrijheid en eis je onafhankelijkheid op. Laat je eigen niet vastzetten door gedachten en door mensen. Mensen die jou willen beperken van je groei. Sla je vleugels uit en vlieg. Vriendschap. Zoek je zielsverwanten. Omring jezelf met positieve mensen en kom wat meer onder de mensen. Maagden hebben de neiging om zichzelf heel erg terug te trekken. Om alleen te zijn. Ieder mens heeft het nodig om alleen te zijn. Maar vooral maagden zijn graag op zichzelf. Deze kaart zegt, kom wat meer onder de mensen. Dit hoeft uiteraard niet per se in één keer een hele grote groep mensen te zijn. Maar meer zodat je ook je ideeën kan delen. Zodat je ook inspiratie van anderen kan opdoen. Doelgerichtheid. Wees duidelijk en doortastend. Concentreer je op wat je echt wilt. Durf vragen te stellen aan het universum. Als je niet meer weet welke kant je op moet gaan, vraag het universum. Vraag jouw engelen om jou te helpen. Deze kaart komt ook binnen als knopen doorhakken. Niet blijven hangen in twijfelachtige situaties. Want de twijfelachtige situatie zorgt alleen maar voor vertraging, belemmering. Geen vooruitgang. En dat is niet wat je wil. Je wil vooruit. Dus zorg dat je je eigen doel gericht opstelt. Mildheid. Wees lief voor jezelf en voor anderen. Wees lief voor jezelf en voor anderen. Eerst lief zijn voor jezelf. Doe je zachtheid eer aan. Spreek woorden van liefde. Vooral naar jezelf. Ik hou van jou. Ik vind je mooi. Je ziet er leuk uit vandaag. Woorden naar jezelf. Je hebt ze niet van andere mensen nodig. Om te geloven dat het zo is. Jij bent degene die dat moet doen. Dus wees lief voor jezelf. Blijf jezelf. En verander je vrijgevigheid niet. Spirit voor de maagd, dat mag ik doorgeven. Voor de maagd uit dit. Dat mag ik doorgeven aan de maagd uit dit deck. Voor de maagd. Over
overvloed. Bereid jezelf voor op overvloed. Laat geestelijke blokkades los, want in Elfenland en op aarde is er genoeg overvloed voor iedereen. Oftewel, overvloed is onderweg. Geloof dat je het waard bent. Geloof dat jij ook die overvloed mag ontvangen, mag krijgen, mag beleven. Licht. De elf van licht schijnt haar liefde en licht op je huidige situatie. Ze herinnert je eraan dat de duisternis kan verdwijnen door je licht te laten schijnen. Straal jouw licht uit naar buiten. Dat wat jij uitstraalt, trek je ook aan. Dus als jij positief licht naar buiten straalt, als jouw energie positief is, trek je ook positieve energie aan. Wens verstandig. Wens verstandig als je je liefste wensen in vervulling wilt zien gaan. En wees praktisch als je je dromen wilt realiseren. Wees bewust van wat je uitspreekt. Wees bewust van wat je manifesteert. Want iedere uitspraak is uiteindelijk een manifestatie. Motivatie. Wanneer de lente aanbreekt, moedigen de bloemenelfen je aan om in actie te komen. Als er iets is wat je wilt doen, ga het dan ook doen. Hou jezelf in die motiverende vibe. Als je eenmaal die motivatie kwijt bent, is het lastig om jezelf weer erin te trekken. Zoals jij anderen motiveert, moet je ook jezelf motiveren. Je bent goed in het advies geven, maar zelf doen. Doe ook zelf iets. Als je het lastig vindt om jezelf te motiveren, vraag dan of mensen jou willen motiveren. Vragen staat vrij. En soms heb je net even dat setje van een ander nodig om jezelf weer in die cirkel van die motivatie te trekken. Maanenergie. Geef je over aan de natuurlijke stroom van het leven. Als je je verward voelt, komt deze elf om je te kalmeren en je gerust te stellen. Een rustige geest is mogelijk. Alles gebeurt in een cyclus van de maan. 28 dagen. Er komt wijsheid op je af. Bij een nieuwe maan. Voor een dame die haar cyclus probeert te beheersen. Haar maandelijkse cyclus. Probeert te beheersen, laat het los. Is slecht voor je lichaam. Wat mag ik doorgeven aan de maagd? Leer werken met de maan. Leer werken met de maan. Ga ontdekken wat verschillende maanstanden betekenen. En ga ontdekken wat het met jouw lichamelijke cyclus doet. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De maan heeft invloed op jouw hersenen, op jouw denkpatroon. Spirit uit dit deck voor de maagd. Wat mag ik doorgeven uit dit deck aan de maagd?
nog meer? Chakra. De engelen zijn je vol liefde behulpzaam met het uitspreken van je eigen waarheid. Als jij een blokkade voelt op jouw keelchakra, moeite hebt met het uitspreken van je gevoel, moeite hebt met het vertellen wat je werkelijk denkt. Ga aan de slag met je keelchakra. En dan, je kan edelstenen inzetten die jou helpen om je chakra te openen. Te openen zodat je je eigen meer kan uitspreken. Uiteraard zijn er mantra's. En luister eens naar frequentietonen die jouw chakra's in balans brengen. Met name je keelchakra. Godendoosje. Schrijf al je zorgen, ongerustheid of wensen op een stukje papier en doe het in een speciaal kistje. Dat een godendoosje genoemd wordt. Om dingen los te laten en het universum toe te staan je te helpen. Doe dat. En over een jaar pak je dat doosje en ga je kijken welke wensen er zijn uitgekomen. Welke zorgen je voor niets hebt gehad. Je hoeft je niet te schamen. Want alleen jij hoeft van dat doosje te weten. Dus je kan alles erin stoppen wat je wil. Zet het doosje weg. Of maak het een doosje met een snoertje erop, als je dat fijner vindt. Manifestatie. Gebruik je spirituele gaven en aangeboren vermogens om datgene wat je wenst aan te trekken. Wens verstandig. Kwam net ook al naar voren. Wees bewust van wat je uitspreekt. Keer naar binnen. Als je niet weet hoe je moet manifesteren, zoek het op. Als je niet weet wat een manifestatie is, zoek het op. Keer naar binnen. Als je wilt dat jouw manifestatie een positief effect heeft. Manifesteer van binnenuit. Aartsengel Raphaël, de engel met helende krachten is bij je, terwijl hij je genezingswerk ondersteunt. Roep engelen aan. Engelen komen niet zomaar. Ze gaan zich niet zomaar met jouw vrije wil bemoeien. Je zult engelen moeten aanroepen als je hulp nodig hebt. Als je wilt dat zij jou, ze zullen je ten alle tijde beschermen. Maar hulp heb je altijd nodig. Hebben hun altijd toestemming nodig, omdat ze zich niet met jouw vrije wil mogen bemoeien. Tweelingziel. Het antwoord op je vraag heeft betrekking op een spirituele liefdesrelatie. Heb jij jouw twin onlangs ontmoet? Of heb jij... Nee, sta jij op het punt om je twin te ontmoeten? Een tweelingzielrelatie is de meest, ik kan wel zeggen, de meest heftige relatie die je hebben kan. Het is een rollercoaster waar je u tegen zegt. En veel mensen claimen hun tweelingziel te hebben gevonden en zitten vast in een karmische relatie.
Wees dienstbaar, ook al ben je nerveus. Focus jezelf volledig op je intentie om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe kan ik de wereld verbeteren? En de wet van aantrekking zal automatisch zorgen voor alles wat je daarbij nodig hebt. Doe het, ook al durf je niet. Als jij bepaalde risico's neemt, zul je gevangen worden. Opgevangen worden. Het universum deelt uit aan hen die risico's durven te nemen. Positieve affirmaties voor de maand. Spreek deze geregeld uit. Voor het gewenste effect. Voor het gewenste positieve effect. Dit is voor de maag uit het dek, wat mag ik doorgeven? Laten we beginnen. Niets is sexier dan jezelf zijn. Je zal waarschijnlijk denken, sure. Maar juist, jij wordt beloond op het moment dat jij accepteert wie je bent. Dat jij laat zien dat je mag zijn wie je bent. Als ik me afstem op liefde, weet ik welke richting ik op moet met mijn leven. Het universum werkt snel als je plezier hebt. Mijn uitstraling is krachtiger dan mijn woorden. Het universum begeleidt mij op elk moment naar evenwichtige gedachten en liefdevolle energie. Als ik alles loslaat en opensta voor elke mogelijke uitkomst, kan het universum voor mij gaan werken. Mijn geluk is een directe weerspiegeling van hoe snel je van angst naar liefde kunt gaan. Ik doe alles wat nodig is om mijn bewustzijn te vergroten. Ik geef me over aan een macht die groter is dan ik. Berichtje van je beschermengelen. Speelt het, mag ik doorgeven aan de maag uit de dek. Is er meer? Ik weet niet voor wie, maar er popt een liedje in mijn hoofd. Fast car. You got a fast car. Voor wie het is, luister naar de lyrics. Wie weet haal je er wat uit. Tracy Chapman. Vertrouw. Verlies je vertrouwen niet. De onweerswolken zullen snel verdwijnen en de zon zal weer gaan schijnen. Waarheid. De beste manier om de huidige situatie aan te pakken is gewoon de waarheid te vertellen. Anders dan je misschien denkt, zal niemand gekwetst zijn als je precies vertelt hoe je je voelt. Hartelied. Wat zegt je hart?
Stop en luister. Jouw waarheid ligt in de lege ruimtes tussen je gedachten. Jouw waarheid schijnt door vanuit je ziel. Jouw waarheid is oneindig en onveranderlijk. Jouw waarheid is liefde. Duidelijkheid. Sluit je ogen even. Adem de blauwheid van de hemel in. Voel een zacht briesje door je lichaam stromen. Er is rust. Er is duidelijkheid. Er heeft zojuist een magische genezing plaatsgevonden. Een geschenk van je beschermengel. Gewijde bron. Wij, je engelen, zijn er om je te herinneren aan je grootheid. Je bent letterlijk een engel in ontwikkeling. Een wezen van oneindig liefde en licht. Voor altijd één met de hele schepping. Het onbekende. Wees niet bang voor het onbekende. Dit is een periode van indringende verkenning en transformatie. Onbekend terrein leidt tot nieuwe horizonnen. Vergeving. Laat het verleden los en maak je hart en geest vrij door te vergeven. Dit was jouw lezing, maagd. Check even de Facebookpagina voor geschreven lezingen. Iedere maand geschreven lezingen. Elke dag dagkaartjes. Je vindt informatie over spiritualiteit. Ik ben uiteraard beschikbaar voor persoonlijke lezingen. Tarotlezingen. Orakellezingen. Verder hoop ik je bij de volgende video weer te zien. En hopelijk heb je wat aan deze lezing. Groetjes. Doei.